warming-up met het voetbalteam. En de warming-up zorgt ervoor dat er voldoende bloed door je spieren stroomt. En waarom is dat belangrijk? Welkom bij de KGT 2 8.3 Biocast over je bloed vervoert. Wanneer je gaat leren uit te leggen hoe het bloed stoffen vervoert. Ook moet je kunnen vertellen hoe het bloed door slagaders, aders en haarvaten stroomt. En je moet die slagaders, aders en haarvaten in een afbeelding kunnen herkennen. En je moet kunnen uitleggen hoe zuurstof en glucose vanuit het bloed bij de cellen komen. En hoe koolstofdioxide en andere afvalstoffen vanuit de cellen in het bloed komen. En tenslotte moet je kunnen vertellen hoe het bloed prikken gaat. En hier zie je links een buisje bloed. En rechts zie je dat buisje bloed na een poos. Dan zie je daar beneden de rode bloedcellen. En daarboven zie je bloedplasma. De rode bloedcellen vervoeren zuurstof. En het bloedplasma vervoert koolstofdioxide, glucose, afvalstoffen, ook hormonen, medicijnen. De rode bloedcellen zorgen voor het vervoer van zuurstof. En hier zie je zo'n rode bloedcel. En hier is die doorgesneden en dan zie je daar hemoglobine zitten. En hemoglobine, een molecuul met veel ijzer. En die ijzerdeeltjes zorgen ervoor dat daar de zuurstof aan blijft plakken. En zo kan een zuurstofje door het bloed worden vervoerd. En hier zie je een deel van je bloedvatenstelsel. En je bloedvatenstelsel bestaat uit de bloedvaten en het hart, de pomp die het bloed rondpompt. Dan de grote aders, hier zie je de holle ader en de hoofdslagader, de aorta. We gaan kijken naar verschillende bloedvaten. Dit is een ader. Dat kan je zien omdat hij kleppen heeft. Zometeen laat ik je zien waar zo'n klep voor dient. Hij heeft ook een vrij groot lumen. Dus de binnenkant, de holte, is best groot. Groter dan bij een slagader. En er is wel een spierwand, maar het is een vrij dunne spierwand. Hij hoeft niet die klappen van het hart op te vangen. Dit is een haarvat en haarvaten vind je in organen, hier in een spier. Haarvaten zijn heel erg dun, zijn maar één celwand dik is de wand van de cel. En daar kunnen stoffen uit, ga je dadelijk zien. Dan is er nog over de slagader. Die heeft een wat klein lumen, geen kleppen, maar wel een dikke spierwand. Want elke keer dat het hart samenknijpt, veert die spierwand mee. En zorgt die spierwand er weer voor dat hij ook weer terugkomt in de originele vorm. En bloed stroomt door het hart. En dan komt hij terecht in een slagader. Slagaders vervoeren het bloed van het hart naar een orgaan. Dan heb je haarvaten. En in haarvaten geeft dit bloed zuurstof af. En je ziet dat de kleur precies andersom is als van mijn bloedeeltje. En dat komt omdat het boek hier een fout maakt. De slagader is rood. En rood betekent zuurstofrijk. En dus ook dat slagadertje zou ook rood moeten zijn. Is zuurstofrijk. Het bloed geeft in die spier zuurstof en glucose af. En daarom verandert die van kleur. Hij neemt koolstofdioxide en andere afvalstoffen op. En stroomt verder naar de ader. En stroomt zo weer door naar het hart. En die kleppen, die zorgen ervoor dat het bloed in een ader maar één kant op kan stromen. Kijk deze kant. Dan duw je de kleppen open als bloed. Als je de andere kant op gaat, duw je ze dicht en kom je niet verder. Dus stroomt het bloed niet terug naar beneden, maar kun je het zelfs naar boven transporteren. We hadden gekeken naar de haarvaten. Hier zie je die haarvaten. Dit stukje heb ik uitvergroot. En dan zie je dat het bloed in die haarvaatjes stroomt. Je ziet de rode bloedcellen. En op de rode bloedcellen zie je zuurstofdeeltjes zitten. Daaromheen zie je die bruine rondjes. En dat zijn cellen. En die cellen moeten zuurstof en glucose krijgen.
Om zuurstof en glucose bij de cellen te krijgen, moet in ieder geval de zuurstof loslaten van de rode bloedcellen. En dat zie je hier gebeuren. En zo komt de zuurstof hier in het bloedplasma terecht. Dit stukje vergroten we uit. Ik heb nu een haarvat met daarin glucose en zuurstof. En je ziet, er zitten openingetjes in dat haarvat. Dat is een beetje een lek. En de zuurstof en de glucose kunnen nu in de weefselvloeistof tussen de cellen komen. Vergroten we ook nog even uit. Je hebt hier nu zuurstof en glucose tussen de cellen. En daar kunnen ze de cel ingaan en kan verbranding plaatsvinden. We gaan nog even kijken naar bloedonderzoek. Omdat bloed door heel je lichaam stroomt, wordt het vaak gebruikt om wat te kunnen vertellen, iets te kunnen meten aan de gezondheid van het lichaam. Met zo'n prikje kun je een druppeltje bloed nemen en bijvoorbeeld vaststellen hoe het zit met het glucosegehalte van het bloed. Wil je uitgebreidere onderzoeken doen, dan heb je wat meer bloed nodig. Hier wordt een buisje bloed afgetapt en daarvoor wordt een strakke band om de arm gedaan. Dat zorgt dat het bloed niet terug kan stromen, dat hoopt zich op. En dan wordt er een naald gestoken in een ader. Zou dat een ader of een slagader zijn? Ik zal het je vertellen. Het is een ader, want een slagader vind je meestal niet aan de oppervlakte. Er zijn zo'n 3 plekken waar het wel zo is. Maar ook zou het veel te hard eruit stromen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 8.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.